gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video zie je onder andere hoe dat wij van de yoghurt die wij in een Too Good To Go pakket hadden zitten, yoghurt cupcakejes maken. En je ziet hoe dat wij zuurvlees maken. Mocht het je nou te snel gaan met de ingrediënten die voorbij komen, kijk dan eventjes in de beschrijving. Dan zal ik daar voor je alles op een rijtje zetten. Zeg maar, we zijn naar de winkel geweest. We zijn naar de winkel geweest. We gaan boter. Boter. Een lekker peperkoek. Ontbijtkoek. Wacht, zo. Zo, ontbijtkoek. Zonnebloemolie. Zonnebloemolie. Dit is pesto. Pesto. Dit is pasta. Pasta, chocoladepasta. En dit zijn... Oeh! Appels. Nee, geen aardappels. Uien. Uien? Uien. Zeg maar. En klaar. En klaar. We waren even in de supermarkt. Even mijn boodschapjes gehaald. €6,55 komt op het uitgavenlijstje erbij. Welkom bij deze workshop Koken met Kinderen. En wat heb je nodig voor deze workshop? Kinderen, lijkt me heel erg handig. Heb je ze zelf niet, dan kun je ze uiteraard leren van familie, vrienden of buurtgenoten. Laat die mensen dan ook lekker een avondje uitgaan naar de bioscoop of naar een restaurant. Dan hebben ze ook weer een beetje quality time en dat is goed voor de relatie. Nou, mijn assistente vandaag die laat heel eventjes zien wat we nodig hebben voor onze workshop van vandaag. We gaan een yoghurt, een cupcakes maken en nou, dan gaan we allerlei dingetjes aan het toevoegen. We hebben nodig een yoghurt. Die zat in ons Too Good To Go pakket gisteren, dus die gaan we gebruiken. Verder hebben wij nodig eieren. Yes. Verder hebben wij nodig een zonnebloemolie. Oh, meneer Lenden, kunt u even laten zien wat u heeft? Laat maar eens kieken. Zeg maar, suiker. Suiker, ja. Dan hebben wij nog nodig een tarwebloem. Yes. En dan hebben wij nog nodig bakpoeder. Je kunt natuurlijk een grote cake maken, maar wij kiezen ervoor om kleine cupcakejes te maken. Dus dan kun je hele leuke dingetjes en allerlei kleurtjes daarvoor krijgen. Verder kun je deze cakejes vullen. Tenminste, dat hopen wij. Dat weten we niet helemaal zeker, maar dat gaan we wel proberen. We hebben namelijk een overschot aan pepernoten vanwege de Sinterklaas. Dus we gaan een aantal cakejes vullen met pepernootjes, oftewel kruidnootjes. En we hebben van een lieve vriendin een bakje met stroopwafelstukjes gekregen. En dat schijnt ook heel erg lekker te zijn in de cake. Dus dat gaan we ook toevoegen. Dan gaan we beginnen. Ja. Hebben Delen en ik nog nieuwe cakejes gemaakt. We hebben de pepernoot of kruidnoot cakejes en de stroopwafel cakejes hebben geproefd. De stroopwafel cakejes waren niet vies, maar onze voorkeur ging toch uit naar de kruidnoot cakejes. Dus we hebben nog een aantal nieuwe kruidnoot cakejes gemaakt. En in totaal hebben we nu ongeveer 40 cupcakejes. En toen dachten we van, nou ja, wat gaan we daarmee doen? Want je kunt ze natuurlijk heel gemakkelijk invriezen. Als je ze gewoon luchtdicht verpakt, dan zijn ze best wel een tijdje houdbaar in de vriezer. Maar eigenlijk is het veel leuker om ze gewoon weg te geven. En Dylan die is dus vanmiddag lekker bezig geweest met kerstkaartjes maken voor een aantal buren en kennissen van ons. En we hebben de cakejes ingepakt en Dylan die gaat ze nu zo meteen bezorgen. Dus
hartstikke leuk en lekker. Nou, Delen die heeft vanmiddag de cakejes en de kerstkaartjes weggebracht. En nou, ze is nog 4 adressen geweest, dus is alles bij elkaar, ik geloof 1,5 uur weg geweest. Dus ze is overal eventjes gezellig bezig buurten. En ze heeft van mensen een hele leuke koekjespot gekregen. Ik hou zelf ook wel van dit soort dingen. Dus nu moeten we kijken dat we natuurlijk ook koekjes krijgen of lekkere snoepjes krijgen voor haar om daarin te doen. En ze heeft een lekker stukje chocolade gekregen en nog wat leuke dingetjes. Dus daar was ze wel heel erg blij mee toen ze thuis kwam. Verder wil ik jullie het Tuco-Tuco pakket laten zien, want ik heb bij de bakker een pakket opgehaald. Het kwam om 3 uur online en het moest om 3:15 al opgehaald worden. Dus dat was wel eventjes kort tijd. Mijn moeder dus bij sommige Tuco-Tuco afhaaladres moet je echt gewoon goed in de gaten houden. Je hebt namelijk Tuco-Tuco adressen die zetten gewoon 's avonds 5 pakketten erop en that's it. Maar je hebt ook Tuco-Tuco adressen die er dus nu iets erop zetten en dan moet je het over 1/2 uurtje of over 1 uurtje komen ophalen. En dat is bij deze bakker dus vaak het geval. Die kijkt echt vandaag wat heb ik over en kan ik 2 pakketten of 5 pakketten of misschien meer pakketten online zetten. En deze bakker die zit in Herten, dat is bakkerij Hanne. En nou, dat vind ik gewoon een hele fijne bakker, omdat ik daar gewoon altijd brood krijg. En dat is voor onze situatie, voor ons gezin, is dat gewoon het meest ideale. En we hebben vandaag dus ook weer een brood gekregen. We hebben 1 brood, 2 broden, een casino brood, een heel. En nummertje 4, dat is het beste brood, staat erop. Ook een heel gesneden brood. En daarnaast kregen we nog 10 lekkere puntjes. En we kregen maïsbolletjes, 4 stuks. Dus we gaan dit allemaal invriezen. De broodjes die ga ik denk ik bewaren, want dat vinden de kinderen wel lekker morgenochtend bij het ontbijt. En dan ga ik zo meteen koken. Nou, vanavond eten wij de kipkluifjes die ik in het Tuco-Tuco pakket had zitten gisteren. Die ga ik in de oven klaarmaken. De krultjes doe ik daarbij. Die ga ik in stukjes snijden, want ik vind het lekker om ze te bakken. En we eten daar de salade bij. De slaschotel. Die ga ik maken. En we hebben nog een bakje frambozen over. Die zet ik ook op de tafel. Ja, gewoon voor lekker tussendoor een beetje te pikken. Dus dat gaat hem worden. Wij gaan koken. Het is chaos in de woonkamer. De kinderen zijn aan het stoeien. We worden niet afgeslagen. Dat is normaal. Aardappeltjes zijn klaar. De kip staat nog in de oven. Ik heb de salade gemaakt. De frambozjes die laat ik toch nog even in de koelkast doen. Straks een stoetje. Ik heb besloten om de champignons klaar te gaan maken en die gewoon lekker op tafel te zetten. Eventjes in de pan met wat boter en wat knoflookolie. En dan maak ik ze gewoon klaar en kunnen ze zo opeten. Dat vinden we ook best wel lekker. Ik had van de macaroni gisteren best nog wel veel over. En dat was eigenlijk de bedoeling dat we die morgen zouden eten. Maar mijn moeder heeft gevraagd dat ik bij haar kwam eten morgen met de kinderen. Dus ik heb hem in de vriezer gegooid. Kunnen we een andere keer komen weten. Kunnen we dat nog opeten. Het is zondagmiddag en vandaag ga ik zuurvlees maken. Ik had eergisteren in het pakket natuurlijk een pakje haché vlees zitten. Mijn moeder had het in haar pakket ook zitten. En ik heb gezegd van als je dat mij geeft dan maak ik daar gewoon lekker zuurvlees van. Dus ik heb gisteren een grote kom gepakt. En in totaal was het 1 kilo vlees. Dat heb ik, even kijken dat het er niet overheen gaat. Yes. Daar heb ik het vlees in gedaan met 1/2 liter water en 1/2 liter natuurazijn. Ik heb er wat kruidnagel bij gedaan.
En ik heb er wat laurierblaadjes in gedaan. En dat heeft ruim 24 uur in de koelkast gestaan om te marineren. Vandaag ga ik dus klaarmaken. En nou ja, dit heeft wel echt ruim twee uur de tijd nodig om gaar te worden, om klaar te worden. Want je laat het dus gewoon echt sudderen. Dus je moet dit op een moment doen dat je daar ook gewoon echt goed de tijd voor hebt. Nou, wat ga ik doen? Ik ga zo meteen mijn boter aan de pan doen. Daar doe ik het vlees bij. Dat doe ik eventjes aanbraden. De uien, die doe ik erbij. En dan uiteindelijk, als het allemaal een beetje aangebraden is, dan doe ik ook het vocht erbij. En dan laat ik het gewoon lekker sudderen. En nou ja, dan is het gewoon geduld hebben voor een uurtje of twee. Zijn we zo'n twee uurtjes verder en heeft het vlees lekker liggen sudderen. Wat we nu gaan doen, dat is wat stroop toevoegen. Ik heb gewoon appelstroop en wat ontbijtkoek gaan we toevoegen. En dat heb ik in blokjes gesneden. Dat zorgt ervoor dat de saus wat dikker wordt en dat het ook ietsje zoeter wordt. Want nu is het natuurlijk wel heel erg zuur. Het is een beetje naar eigen inzicht. Ik heb nu 3 plakjes ontbijtkoek in stukjes gesneden. Die lost helemaal op in de saus, dus daar proef je helemaal niks meer van. Daar zie je ook helemaal niks meer van. En de appelstroop is ook een beetje naar eigen inzicht. Daar begin ik gewoon met 2 eetlepels mee. Ja, lieve mensen, daar is ze weer. Het is weer tijd om te koken. Mocht je denken, wat heeft ze grote pupillen? Dat kan kloppen. Ik ben bij de oogarts geweest vandaag en ik heb echt pupillen die zijn zo groot als schoteltjes. Ze hebben mijn ogen gedruppeld om gewoon heel goed naar de binnenkant van mijn ogen te kijken. En ik loop al de hele dag met gigantische pupillen rond. Er komt ook heel veel licht binnen, dus ik heb ook echt last van het licht. Ik heb vanmiddag op de bank gelegen, even geslapen, maar ik heb dus nog steeds hele grote pupillen, komt heel veel licht binnen. Ik heb er ook echt flinke hoofdpijn van, maar het zorgt ook wel weer voor hilarische gesprekken hier thuis. Maar goed, het is tijd om te koken. Vandaag gaan we voor de falafel. Ik heb hem een tijdje geleden in het to-go-to-go pakket gehad, 2 bakjes. Ik heb besloten om 1 bakje eruit te halen. We hebben in het verleden hebben we dit wel eens geproefd, volgens mij niet deze, maar van een ander merk. En we waren er allemaal niet zo kapot van. Maar we deden het zo eten. Dus ik weet niet of dat het op een andere manier misschien wel gewoon lekker is. Dus we gaan dit proberen. Ik heb een hele lieve vegan friend gevraagd van, ja, hoe houden we dan ook het hele maaltje, zeg maar, vegan. Want ik kan de falafel wel pakken. Maar als ik dan een sausje pak wat niet vegan is, ja, nou, dan zit je dus wat niet vegan. En ze zei van, dan moet je tortilla's gaan halen. Dus die heb ik gehaald. Vorige week al heb ik jullie laten zien. En het taco sausje, dat zou dan ook vegan moeten zijn. Ze zegt, zij doet het vaker met groenten naar keuze. En dan doet ze die tortilla vullen en dan eet ze die op. En toen was ik beneden in de kelder mijn vriezertje aan het opruimen. En dan had ik nog een zakje roerbakgroenten met kastanje champignons. Dus ik dacht, als ik nou die falafelballetjes in 2 of 4 snij en ik doe ze roerbakken met deze groenten erbij en dan doe ik ze dan in die tortilla wraps, dan is de bedoeling dat we een heel erg lekker meatloos maaltje hebben. Zoiets was het dan. Mocht het zo zijn dat ze hier aan het gezin er dus niet lusten, ik heb nog een kommetje tomaten-groentesoep staan. Dat is als het goed is ook helemaal vegan. En mocht dat gewoon echt niet te eten zijn, of vindt een van de medegezinsleden dat niet te eten is, ik heb volgens mij in de koelkast nog de courgette spaghetti liggen met een niet zo heel vegan sausje, want het is gewoon gehakt met groenten en een of ander sausje volgens mij van de Heinz of zoiets was het. Die heb ik afgelopen weekend klaargemaakt. Maar ik ga dus nu in ieder geval de falafel met de roerbakgroenten, die ga ik klaarmaken. De roerbakgroenten die had ik dus in een to-go-to-go pakket zitten voordat ik met
ja, deze video's begon. En zoals ik eerder al heb gezegd, dan reken ik daar ook een bedrag voor. Ik heb even gezocht online en daar stond dat dit zakje €2,25 normaal kost in de winkel. Maar ja, nou, we halen daar dus ongeveer 70% van af. Dus dat betekent dat ik ongeveer 75 cent reken voor dit zakje groente. Nou, dan gaan we eens eventjes onze wraps klaarmaken. En onze groente met falafel. En dan zullen we zien hoe het gaat smaken. We zijn klaar met eten. Conclusie. Conclusie? Geen conclusie. Geen conclusie. Lekker. Conclusie? Ik heb heerlijk gegeten. Nee, wat vond je ervan? Vond je het lekker of vies? Een beetje. Wat vond je? Het eerste vond ik niet zo heel lekker. Nee, maar dan ga je erom. Het ging om het eerste dingetje wat je gegeten. Dat vond ik niet lekker. Dan vind je het niet lekker. Wat vond je ervan? Nee, ik vind het heel lekker. Ja, maar het eerste dingetje. Ja. Wat vind jij ervan? Ik vond het niet lekker. Ik vond het niet lekker, oké. Okay. Ik vond het niet lekker, ik vond het geen smaak hebben. Ik vond er weinig smaak, ja. Zo, inmiddels zijn wij klaar met eten en we wilden toch heel eventjes vertellen hoe dat we de burritos, wraps, wat was het, met de vegan saus en de falafel met groente vonden. Nou, ik denk dat het niet voor herhaling vatbaar is. Dylan die vond het eigenlijk niks, Damien die vond het eigenlijk niks en Dave die vond het ja, erg weinig smaak hebben. Persoonlijk vond ik het ook een beetje weinig smaak hebben en ik heb nog wat extra saus erop gedaan. Het is niet dat ik het heel vies vond, maar het is ook niet dat ik denk van ik ga naar de winkel, ik ga zelf bakjes falafel halen om dit nog een keertje te maken. Het is ook niet opgegaan. Het gaat wel in de koelkast of in de vriezer. Moet ik eventjes kijken. En dan eet ik het gewoon op. En de kinderen en Dave die eten iets anders morgen, denk ik. Ik heb nog zelf nog een litertje groentesoep gemaakt. En Dave die heeft met Landon en Dylan groentesoep gegeten. Damien die heeft nog een wrap gegeten met de kip die we afgelopen weekend hebben gemaakt. En later heeft hij nog een eitje gebakken. En Landon heeft nog een boterhammetje met kaas gegeten. En Dave ook. Dus dat was onze maaltijd voor vanavond. En dan gaan we morgen weer gewoon iets anders maken. Ik heb nog een bakje falafel in de vriezer liggen. En ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig of dat jij misschien nog recepten weet. Waar dat ik ja, iets met de falafel in kan doen of in kan verwerken. En dat misschien iets minder flauw is en iets meer smaak heeft. Dus laat die recepten vooral achter in de reacties hier beneden. En dan ja, nou, wellicht ga ik dan een keer jouw recept maken. En we zijn weer aan het einde gekomen van deze video. En zoals je van mij gewend bent, laat ik heel eventjes weten wat het ons allemaal gekost heeft in deze video. Nou, in de vorige video kon je zien dat we €21,19 uitgegeven hebben. En daar zijn we dus deze week mee begonnen. En in deze video kon je zien dat wij €6,55 aan boodschappen hadden gedaan. Dat we voor €4,99 een to-go-to-go pakket bij de bakker ophaalden. En dat we voor 75 cent uit voorraad haalden. Dat was het zakje wokgroente. In totaal komen we dan uit op een bedrag van €12,29 voor deze video. En met de €21,19 uit de vorige video maakt dat we nu op een bedrag van €33,48 zitten deze week. Nou, zoals je hebt kunnen zien was de falafel of falafel, ik weet niet precies hoe dat je het uitspreekt, geen succes hier in huis. Maar ik heb dus wel nog een klein beetje falafel over met groenten die ik in de pan heb klaargemaakt. En in de volgende video laat ik je zien ja, wat ik met dat restant ga doen. En dat blijkt namelijk wel heel erg in de smaak te vallen. Ik wil je graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je de leuke video? Vergeet dan niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen.